Staatsolie heeft maandag tijdens de SEODS haar nieuwste product NRG Plus gelanceerd. NRG Plus kan de motor beschermen tegen slijtage en afzettingen. Toegevoegde diesel en benzine zorgen voor een schonere uitstoot en minder onderhoudskosten. Voor de maatschappij zijn geen extra kosten verbonden aan de toevoegingen in de benzine en diesel. De lancering onderstreept niet alleen het belang van staatsolie voor het land en de Surinaamse economie, maar toont ook de toewijding van het bedrijf aan versterking van de energievoorziening in Suriname. De SOVSO-school Welgedacht C heeft een integrale facelift ondergaan. Het resultaat is complete renovatie van en verfbeurt aan de school, terwijl ook de sanitaire en elektriciteitsvoorzieningen zijn aangepakt. Het renovatieproject is een initiatief van RR-lid Raspat Muninal, die de situatie van de school samen met districtscommissaris Bolanat Narain van Wanica Noordwest onder de aandacht bracht van het kabinet van de president. Het doel van dit project was om de school milieuvriendelijk en aangenaam te maken. Bij de uitvoering heeft ook het instituut van de First Lady een belangrijke rol vervuld. Het ontwerp Arbeidsgeschillenwet 2020 zal worden aangescherpt door voortschrijdende inzichten. Dit kwam gisteren naar voren tijdens een onderhoud tussen minister Steven McAndrew en de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname. Het ministerie beoogt met de herziening van de wet een basis te leggen voor een systeem van arbeidsgeschillenpreventie, zodat reeds in een vroeg stadium signalen van een groeiend conflict tussen werkgevers en hun personeel of met de vakbond herkend kunnen worden.